Beste mensen, het is voor jullie allemaal een ontzettende moeilijke tijd. We leven in een onzekere tijd en we niet weten hoe lang het nog gaat duren dat we thuis moeten zitten. En voor iedereen persoonlijk betekent dat ook dat dat wat met ons doet. In de zorg is de situatie helemaal ingewikkeld. We zien dat mensen geen bezoek kunnen krijgen die in een zorginstelling wonen. Maar omgekeerd ook dat familieleden niet op bezoek kunnen. We zien dat kinderen en ouders die in één gezin zitten waar het moeilijk gaat en al moeilijk ging, het nu nog moeilijker hebben met elkaar. We zien dat mensen geen behandeling krijgen. Of dat anderen geen wijkverpleging krijgen of niet naar de dagbesteding kunnen. Dat geeft een hoop onzekerheid en problemen. Tegelijkertijd ook waardering aan iedereen. Cliëntenraadsleden die ontzettend hard werken om toch te zorgen dat de zorg door kan gaan. Medewerkers die zich rotlopen om te zorgen dat iedereen toch de aandacht krijgt en de zorg die nodig is. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar in de hele zorg. Maar ook bestuurders en managers die hun uiterste best doen om alles door te laten draaien in een ingewikkelde tijd. Dus nogmaals, dank daarvoor. We kunnen dat niet oplossen als LOC, maar we proberen wel om te helpen waar dat kan. Maak daar ook gebruik van. Zo gaan we digitale cursussen aanbieden. Hebben we de vraagbaak open om te helpen en vragen op te lossen. En proberen we ook de signalen die we doorkrijgen over wat er in het land speelt te bespreken met het kabinet, het ministerie en met anderen waar dat nodig is. Heel veel sterkte en wijsheid in deze tijd. Wij zijn erbij. Heb je een vraag aan de LOC? Neem dan contact op via vraagbaak@loc.nl of telefonisch via 030-284-3200 en bezoek onze website www.loc.nl.